Schaatsen op de ijsbaan in Malden zit er dit jaar niet in voor de bewoners van Heumen. De schaatsbaan zal niet aanwezig zijn op het winterfestijn, omdat de betrokken organisatie Stichting Malden in Motion de aanleg van de baan niet meer op tijd rondkrijgt. Dat heeft onder andere te maken met de verscherpte regelgeving. Daarbij heeft de organisatie pas vorige week een vergunning ontvangen vanuit de gemeente en dat is voor Malde in Motion te laat. De gemeente en organisatie zijn momenteel samen een jaarprogramma aan het opstellen. Voor volgend jaar hoopt Malde in Motion de ijsbaan weer op te kunnen bouwen. En daarbij zal meer tijd en hulp vanuit de gemeente nodig zijn.